Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 13 augustus 2016. Dit is de aangepaste ochtendeditie voor zondag. All our weekend bulletins are in English, but today we also have two items in Dutch right at the start, two large items by the way. Today we have to omit the Morse code words due to time constraints, but we do have an SSTV image in PD90. Twee berichten dus in het Nederlands voordat we in het Engels verder gaan. Er zijn voor zowel PI2 NOS als voor PI3 UTR een nieuwe ontvanger bijgekomen in de Zeeuws-Vlaamse plaats Breskens. Veel dichter dus bij de Belgische grens dan de andere Zeeuwse ontvangers van het relaissysteem. Doel van de ontvangers is om het Belgische gebied te ontsluiten en verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar de repeaters vanaf de kuststrook goed te horen zijn, beter te faciliteren. Het artikel op hobbyscope.nl gaat ook in op twee white spots die er voor PI2 NOS nog zijn, te weten Twente in de Achterhoek en Limburg. Daarbij geven de bouwers van het relaissysteem aan dat vanwege het misbruik van de repeater deze uitbreidingen vertraging hebben opgelopen en dat zelfs wordt overwogen delen van het repeatersysteem weer te ontmantelen. Tot zover dit nieuwsbericht. Als journalist heb je ook de taak om te opiniëren en ik zou daarom los van dit nieuwsbericht een paar regels als opinie aan het bericht willen toevoegen. De eerste regel is dat ik haast zou willen oproepen om een gebruikersactie op te starten om de vernieuwing van de repeater opnieuw vaart te geven en in elk geval het uitschakelen van delen te voorkomen. Punt 2, dat is een oproep aan de eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers. Die vraag die stel ik behalve als maker van de Daily Minutes dus ook als gebruiker van deze repeater. En die is gericht aan het team. Wat kunnen wij doen? Hoe kunnen wij als gebruikers ervoor zorgen dat de situatie verbetert? En ik denk zeker dat het mogelijk is. En ook zonder dat ieder gebruiker zich als repeaterpolitieagent gaat opstellen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om die reden wil ik bij deze graag een oproep doen. Als je een suggestie hebt om de sfeer op de repeater te verbeteren en om misbruik tegen te gaan, stuur mij dan alsjeblieft een mailtje met dat idee. Het maakt niet uit hoe onzinnig het ook is. Je weet nooit of het goed kan uitpakken. En misschien kun je ook aangeven of ik dat idee in de uitzending mag behandelen. Hoe meer mensen reageren, hoe beter het is. Mailadres is xapenstaartje.xdv.me en dat staat ook rechtsbovenaan op de site pa0ete.nl. Het is nu zondagochtend en ik heb inmiddels meerdere reacties op het verzoek binnen. Voor een deel zijn dat steunbetuigingen. Je hebt een repeater met 1000 amateurs. Dat is altijd moeilijk, zo schrijft Ad. Luister naar elkaar, zo schrijft hij verder en reageer niet overal op. Werner PDNL-RIR citeert Gerald PA3BRG met de tekst: we hebben allemaal één ding gemeen en dat is dat we gek zijn op radio, in welke vorm dan ook. Dat moet toch een gigantisch grote groep zijn. Zoek de gelijkheden in plaats van de tekortkomingen. Te veel kippen op een hok geeft ook herrie, zo schrijft Johan PA0JAZ. Meer kleinere zenders die ook separaat beheerd kunnen worden, zo schrijft hij verder. Arjan van Rij schrijft: de sfeer, CQ, filevorming op PI2 NOS kan ook vrij simpel verbeteren als men meer gebruik zou maken van andere repeaters, PI3 UTR bijvoorbeeld. Ook een uitbreiding van PI2 NON richting het Gooi zou uit kunnen maken. Meerdere mensen geven aan dat ze graag willen dat mede-amateurs in hun waarde worden gelaten. Dat springt er toch uit, dat er vooral op anderen gelet wordt en dat dat als vervelend ervaren wordt. Er was ook iemand die vertelde dat hij op de repeater een keer afgebrand was op het feit dat hij niet in de lijst van AT voorkwam toen hij na 20 jaar terugkeerde. Hij had van mede-amateurs uit zijn regio gehoord dat je toen nog niet hoefde te betalen, maar hem was niet verteld dat hij zich ook moest registreren. Ja, ik zou zeggen, blijf allemaal schrijven met suggesties over hoe de sfeer op de repeater verbeterd kan worden. Op 15 en 16 augustus, maandag en dinsdag dus, zullen onder voorbehoud van het ISS diverse SSTV-beelden door de Russische cosmonauten in het ISS worden uitgezonden. De beelden worden met name uitgezonden als de baan het ISS in de buurt van Moskou brengt, maar dat betekent ook dat er in Nederland goede kansen zijn om de beelden op te vangen. Precieze details ontbreken me echter nog, die zijn lastig te vinden. De uitzendingen vinden in elk geval plaats op 145-800 en in het verleden werd meestal PD-180 gebruikt of een andere PD-modus. Het is waarschijnlijk handig om de automodus te gebruiken van je software als die software dat heeft. In het SSTV-plaatje van vandaag in PD-90, de astronaute en zendamateur Susan Helms, dat was in 2001 vanuit de Saria-module van het ISS in gesprek met mede-amateurs. Now a radio propagation report compiled by G0KYA, G3YLA and G4BAO. Last week the solar flux index climbed as NOAA had predicted, hitting 95 by Thursday evening. This was largely due to a new large crop of sunspots on the sun's surface. These will rotate across the sun over the next few days, and as long as they don't fade away, they should help the solar flux index remain high.
This week, the week also saw some very unsettled geomagnetic conditions due to ongoing coronal hole activity, with the K index hitting 3 and 4. Coronal holes are areas of the Sun with low energy and open magnetic fields that allow plasma to flow out. When these are in line with the Earth, the plasma can arrive in a couple of days. NOAA predicts the solar flux index will remain in the range of 90 to 95 over the next week, tailing off to 75 by next Sunday. The beginning of next week may once again be subject to unsettled geomagnetic conditions due to coronal holes, with the K index predicted to hit 4 again. The beginning of next week may once again be subject to unsettled geomagnetic conditions due to coronal holes, with the K index predicted to hit 4 again. HF is showing some sign of improvement, with the Chilton ionosonde measuring the critical frequency at 5.875 MHz at noon on Thursday, which means we may see 18 and 21 MHz opening to DX at times. VHF and up, the prospects of VHF and UHF are looking pretty good for the start of the week, with high pressure over Britain, later moving eastwards across the North Sea. This means there are likely to be some good opportunities for Tropo this week and into the first half of the week. Paths to the south across Biscay to Spain, Portugal and the Azores and Canaries look worth trying initially, and then along the east coast from East Anglia to Shetland earlier in the week. Midweek period onwards looks more unsettled, with the potential for some thunderstorms and perhaps rain scatter from the large cumulonimbus thunderclouds. Sporadic has been very good recently for some parts of the country, but it's important to realise that it's very rare for all areas to have openings at the same time. The unsettled weather means that there should continue to be some jet stream activity, so check for late morning and late afternoon sporadic E. The tail end of last week's Perseids meteor shower should still give enhanced meteor scatter conditions for the next day or so. The moon is at minimum declination today, so short but lengthening low elevation moon passes are the order of the day. These will lengthen and losses will reduce as the week progresses. That's it for this week from the propagation team. Slow scan television transmissions will be made from the International Space Station on the 15th and 16th of August. The MAI-75 experiment will transmit SSTV images on 145.8 MHz over the course of a few orbits as the space station passes over Moscow. Operators in Europe and South America will have the best chances to receive images. The ISS Fan Club website will show you when the space station is in range, and that site can be found at www.issfanclub.com. Field strength calculation software ICNIRP Calc has been around for a while. You can use it to calculate the distance a person needs to stay clear from a given antenna to ensure that European exposure limits are not exceeded. A new version has been released with an enlarged antenna database plus German, English, French and Swedish language capabilities. You can download the new version free from a link on the IARU Region 1 website, www.iaru-rfigure1.org. There will be many churches and chapels on the air for the annual Chota event on the 10th of September. These include some in rare Worktall Britain squares, such as the most northerly church on the UK mainland, and for the first time the most northerly church in UK, which is on the Isle of Unst, or Unst in Shetland. Most Wackerel operation will be on 40 metres SSB from around 10 a.m. to 4 p.m. There's still time to register a station on the Wackerel website, which is www.wacral.org. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De nieuwsuitems in de Daily Minutes worden volgens professionele journalistieke principes samengesteld, vergelijkbaar met zoals dat bij een vakblad op papier gebeurt of bij een krant.